Welkom bij Een Vrede Reeds Gewonnen. Een aantal onderwerpen die. krijgen we zijdelings mee. Terwijl een paar grote onderwerpen zich de hele dag aan ons opdringen in ons dagelijks leven nu al anderhalf jaar. Toen ik nog veel met Arno sprak. Toen waren de onderwerpen die waren hypotheken en de wantoestanden binnen de financiële sector. En de wantoestanden binnen de financiële sector en het geldsysteem als geheel wat een schuldengebaseerd systeem is geworden, zijn nog steeds de grote motoren achter datgene waar we momenteel in de coronatijd mee geconfronteerd worden. Vele van ons die kijken ook met afgrijzen naar publicaties over wat er in Wit-Rusland gebeurt. Als je het Parool, de Volkskrant, NRC Handelsblad of Trouw mag geloven of de NOS, dan zou de, de heer Lukashenko zou een hele ernstige dictator zijn. Ik betwijfel dat niet, omdat de cultuur aan die kant van de wereld ongetwijfeld heel anders is dan de onze. Alleen die nuance. Betrachten, dat is niet besteed aan de journalisten die even een artikeltje moeten schrijven. en vooral weer een nieuwe zondebok. of een groot duister gevaar ergens in het oosten kunnen beschrijven en benoemen. Vaak zonder dat ze zelf in Wit-Rusland zijn geweest. of dat ze zelf uh, uh, echt de diverse verhalen hebben onderzocht. Goh, wie vindt er iets negatiefs? Wie vindt er iets positiefs over? Um, uh, wat daar gebeurt. En als het binnen het eigen adagium niet past, dan is iemand geïndoctrineerd. Maar als iemand zegt van ja, maar ik ben helemaal tegen, dan wordt dat geloofd, omdat het past in het beeld wat men wil schetsen of het beeld wat men al reeds heeft. En daarom vind ik het interessant om een aantal onderwerpen vandaag te bespreken, namelijk de ontwikkelingen rondom corona, de ontwikkelingen binnen de financiële sector. En de ontwikkelingen binnen de internationale politiek op het gebied van uh, het bewaken van de Europese grenzen, maar ook ten aanzien van uh, het op handen zijnde klimaatbeleid en de komst wellicht van nieuwe monetaire uh, systemen die globaal moeten zijn. Als we dan teruggaan naar 2001, dan zie ik. Nog voor me, dat op de televisie. was de heer Gerrit Zalm. in een fragment te zien. waarin hij twee dingen voor het eerst ging doen: geld pinnen. en het was dan ook meteen de eerste keer dat hij euro's ging pinnen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk moment. om even bij stil te staan. Deze minister van Financiën. die ging voor het eerst in zijn leven pinnen. We zijn nu twintig jaar verder en we hebben het over het afschaffen van contant geld. En we hebben het over het introduceren van een centrale, digitale, Europese, misschien wel wereldwijde munt. En dan wordt er gezegd dat dat allemaal te maken heeft met veiligheid. Je kunt zo voorkomen dat terroristen geld stromen op gang krijgen. Je kunt ook voorkomen... dat, uh, uh, dat iemand beroofd wordt. wordt. Allemaal... wordt er gestipuleerd... dit is waarom... we het doen. En al de redenen... continu, met alles... wat we zien, heeft te maken met veiligheid. Dat heeft dus ook... te maken, als je... Naar het over corona gaat hebben... dat het hoofdthema... Structureel is veiligheid voor jezelf en voor een ander. Zodat we allemaal veilig naar een festival kunnen. Zodat we allemaal veilig aan tafel kunnen in een restaurant. Zodat we allemaal weer veilig over straat kunnen. We moeten internationaal druk uitoefenen op Wit-Rusland. Want meneer Lukashenko, die bedreigt onze veiligheid. En dan zie je ook in de kranten staan. Dat Lukashenko dreigt om de gaskraan dicht te draaien. En dan denken mensen zo, en dat is wel heel toevallig net in die week dat het wat kouder was vorige week, staat dat uitgebreid in het nieuws. Want iedereen heeft het koud en denkt, ja, verwacht eens even. Als die gaskraan dicht gaat, dan heb ik, het heel, heb ik het heel erg koud. Dus die, die gemene man die dreigt om die gaskraan dicht te draaien, dat moet wel een kwade man zijn. Maar Lukashenko was volgens mij ook degene die de steekpenningen van de WHO en de, en de farmaceuten niet aannam. om uh, zijn hele bevolking te laten vaccineren. Waardoor hij nu zwart gemaakt wordt in de media. Namelijk dat in de ziekenhuizen in Wit-Rusland het helemaal vol ligt met coronapatiënten. Dat is vaak op basis van een ANP-bericht of een Reuters-bericht. dat. De, uh, de, de diverse hoofdredacties in de stad, die tegenwoordig door een vriend van mij Wokum wordt genoemd. Het is natuurlijk allemaal als je de, de journalistes ziet, uh, want er zitten geen mannen meer, want uh, er worden geen goede salarissen uitbetaald. Want het kan ook uit de computer gehaald worden. Zie je ook het ontslag van alle journalisten door MSN. Um, die nu een algoritme heeft wat de ANP en de Reuters berichten analyseert en vervolgens zelf nieuws gaat maken. Dus dat wordt door de computer geschreven, dat nieuws, vergist u zich niet bij MSN en MSNBC. Um, deze, deze jonge dames, ja, die hebben natuurlijk niet de tijd voor dieptejournalistiek. En die gaan, niet, die gaan niet naar de Oekraïne toe uh, of naar Wit-Rusland om daar uh, diepteonderzoek te doen. Nee, die, die, die zitten achter een computertje met uh, uh, het, het liefst. Met een knot in hun haar opgevouwen in een, in een koffiebar, eh, te kijken wat de ANP-sites en de, en de Reuters-sites doen. En dan gebruiken ze het internet voor al hun bronnen. En vervolgens eh, schrijven ze er een artikel over, waarvan ze dan hopen dat het gepubliceerd wordt en dat het een uniek verhaal is. Of het is opinie en meningen met een, eh, een soort badinerende saus. Um, ik had een artikel van een uh, Kelly gelezen uit het NRC of uit het Trouw. En daar wilde ik nog wat over zeggen. Namelijk dat zij een term introduceert die uh, met één woord eigenlijk heel erg veel lagen van haar denken en van het denken van heel veel mensen blootlegt. Namelijk, zij hanteert de woorden, andere mensen zijn netjes gevaccineerd. Het woord netjes. Daar gaan we het ook even over hebben. Want dat wordt heel veel, door heel veel mensen gezegd. Je moet netjes je belasting betalen. Ik heb altijd me netjes aan de regels gehouden. Um, uh, ik, een goede vriend van mij die zegt: ik ben een nette burger. En uh, nu word ik uitgesloten. Uh, hij heeft twee uh, um, uh, spuiten gehaald. Um, maar uh, had, zich niet, had er niet op gerekend dat hij uh, vervolgens uh, in de hele wereld moest bewijzen dat hij, uh, dat hij gezond was dat hield hij niet voor mogelijk. Hij sprak hem laatst. Hij zei, ik begin een beetje te kantelen. En te begin een beetje meer richting het kritische kamp te gaan. Want volgens mij is hier toch wel meer aan de hand. Nou ja, uh, dat, dat zijn er toch heugelijke berichten. Dat iemand uh, uh, als het reeds veel te laat is, toch nog eens voor zichzelf gaat nadenken. Maar ja, je kunt het iemand ook niet kwalijk nemen als hij wat ouder is. Dat hij zijn vertrouwen heeft gelegd in instituties waarin hij... Altijd Waar die wel bij gevaren heeft. Dus een hele generatie heeft weinig oorlog gezien en heel veel welvaart, zeker in landen als Nederland. Dus mensen zijn erg compliant. Ze gaan makkelijk mee in wat ze voorgeschoteld wordt. Dus we hebben die onderwerpen de hele tijd door elkaar heen. Dat, 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 dat zal u thuis ongetwijfeld ook bekend voorkomen omdat u zich realiseert van ja, wacht even, de ene, ik krijg de hele tijd nieuwe informatie. En je ziet ook heel veel mensen voor zichzelf individueel moeten nadenken over van, hoe verhoud ik mij tot deze, deze waanzinnige realiteit? En dan zou ik u even mee willen nemen uh, in twee verschillende gezichtspunten. Eén, het gezichtspunt dat u zelf midden in deze realiteit staat. En dat u even stil gaat staan. Neem een winkelstraat of neem. Uh, zet u zelf even uh, in een bootje op het water en zet het, zet het even stil. Want als u dan goed kijkt, dan ziet u dat u zelf allemaal dingen aan het doen bent, gebaseerd op deze realiteit. Dingen die u gewend was te doen, dingen die u tegenwoordig anders moet doen. Um, uh, dingen waartoe u geforceerd bent om het anders te doen. Dus dat is. Nog wranger dan wanneer je zelf een verandering in je leven hebt toegestaan of aangebracht? En als u dan daarnaar kijkt, dan ziet u dat er een machine, een systeem maalt en draait waarvan je je kunt afvragen. Wil ik hem stoppen? Kan ik hem stoppen? En moet ik hem stoppen? Dus als je corona neemt en coronabeleid en vaccinatieplicht en vaccinatiedwang en vaccinatiedrang en uitsluiting uit de samenleving en al die zaken die individueel een hele podcast waardig zijn en waar heel veel collega's van mij ook uh, uh, zich aan wagen om, om erover te procederen zelfs of om er uh, van allerlei uitingen over te doen en er wordt niks tegengehouden. En ik was dan op zoek naar een plaatje om te sturen aan al deze mensen met wie we uh, overleggen over de media of over de rechtszaken die gevoerd worden. Een plaatje waarbij je iemand op een berg ziet staan met een, heeft een heel groot blok, wat hij probeert tegen te houden. En dat blok, dat is zo, en hij glijdt steeds verder. De vraag is als. Diegene weg zou stappen, glijdt het blok dan harder weg? Of glijdt het gewoon conform zijn eigen regels van de zwaartekracht? Het blok is zo groot dat eigenlijk het drukken van die ene persoon weinig zin heeft. Wat die persoon misschien denkt, is: denkt van, als ik hier sta te drukken, dan komen er misschien vanzelf meer troepen omheen, meer mensen, die helpen om dat blok tegen te houden. En dan houden we hem wel tegen. En dat blok dat glijdt af op iets wat in het dal ligt. En laten we zeggen dat dat blok is zo groot als een heel dorp. Dus is in staat om dat hele dorp te vernietigen. En dat dorp heet Balans. Dus het dorp Balans is in gevaar van een enorm groot rotsblok. En er zijn wat mensen uit het dorp Balans die hebben dat blok gezien. En die zien hem rustig glijden. En die denken: Nou, dat duurt nog een paar jaar voordat hij hier is. Dus ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig ben. Er zijn ook mensen die maken zich heel veel zorgen omdat dat blok glijdt. En dan gaan ze er naartoe en dan zeggen ze: Ik wil hem tegenhouden. Ik wil hem tegenhouden. Maar ze kunnen hem niet tegenhouden. Maar dat blok dat schuift. En ik zie dus mensen, zie ik proberen dat blok tegen te houden. En dan moet u zich voorstellen dat ik, ik, ik woon ook in het dorp Balans. Net zoals degenen die in dat dorp Balans wonen en niet omkijken naar dat blok. En ook naar de mensen die wel staan te duwen. En ik zit rustig mijn pijpje te roken op een bankje naast dat blok. En ik bestudeer hoe die glijdt. En ik kijk ook naar degene die zegt: hou hem tegen, hou hem tegen, hou hem tegen. En ik denk: aan te beginnen zie ik dat de mensen in het dorp redelijk gelijk hebben dat het blok schuift langzaam, maar wel heel zeker. Langzaam, maar zeker. En ik zie ook dat zeg maar, op een bepaald punt heeft hij een, 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 een versnellingspunt. Dan weet ik gewoon van als hij daar is, ja, dan is het dorp gezien. Dus dan zijn mijn dierbaren die in het dorp zijn, et cetera. En die, dan zijn ze te laat. Dat is een beetje met de vaccinatieplicht in Oostenrijk. Die wordt ingevoerd en die zegt over vijf maanden. <laughs> dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Het is heel opmerkelijk dat er wordt een beslissing genomen om een vaccinatieplicht in te voeren. Want er is een gevaarlijke pandemie gaande. Maar we, we, we doen het over vijf maanden. Kijk, als er echt een hele, ernst, een hele ernstige situatie is, dan zeg je: oké, okay, het dit dit, 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 dit ligt hier zo vol in de ziekenhuizen en we weten 100% zeker dat dat vaccin werkt. We gaan, we gaan spuiten. Nu. Binnen een week. Maar ze nemen vijf of zeven maanden de tijd. En dan zeggen ze: dan voeren we het in. Zo van: u kunt nog vluchten uit het dorp. Je kunt nog naar een ander dorp. Ja, maar je weet dat al, bij, bijna, bij bijna alle dorpen, <laughs> Schuift er zo'n. datzelfde rotsblok schuift richting die dorpen. Dus de mensen in dat dorp zeggen ook: ja, waar ga ik dan heen? Ga ik dan naar een ander dorp? Daar is daar ook dan zo'n rotsblok. En dan staan er ook een paar te duwen, of misschien wel meer, of misschien minder, of misschien is het blok net iets anders. Maar het blok is er wel. Dus moet ik dan, dan weggaan uit mijn eigen dorp om naar een. Dus misschien, en je kunt hem misschien niet tegenhouden. Misschien ook niet met z'n allen. Als je met z'n allen dat blok gaat proberen tegen te houden. Misschien dan wel. Misschien dat je dan kunt zeggen: Oké, okay, nu kunnen we hem tegenhouden. Wil je hem tegenhouden? Wil je het dorp zoals het was? Dorp Balans. Wil je dat behouden? Was het een goed dorp? Was het dorp, deed het zijn naam eer aan? Was het echt een democratische rechtsstaat in balans? Of was het altijd eigenlijk al een beetje hedonistisch-consumentistisch? En de voelde men niet echt de noodzaak om iets te verbeteren, want er was geen gevaar? Voelden mensen niet de noodzaak om. Collectief te kijken naar, moeten we zo'n blok tegenhouden? Want er was geen blok. Dus deed iedereen gewoon zijn eigen dingetje. En het liefst voor eigen meerdere eer en glorie. Dus moet je het blok willen tegenhouden? En stel je kan het tegenhouden en je wil het tegenhouden, moet je het dan tegenhouden? Als je kijkt. Naar de situatie. In mijn ogen ben je dan heel eerlijk als je zegt: als ik ziek word deze winter, een influenza of een COVID-infectie, dan wil ik graag behandeld worden door een van de artsen die kritisch is ten aanzien van de behandelingen met vaccins. Maar mocht het heel erg uit de hand lopen, ja, dan hoeft u mij niet per se te verzorgen op de intensive care. Dat is de consequentie van mijn beslissing. Ik sta er zelf zo in. On the record. On the record. Als ik heel erg ziek word van een COVID-besmetting. Iets wat men als COVID-besmetting zou willen zien. Dan hoeft u mij niet naar het ziekenhuis te brengen. Ik wil dan wel graag ivermectine, hydroxychloroquine met zink. En een overdosis vitamine C en niacine van dokter Beekmans. Maar het ziekenhuis, dat hoeft niet. Ik hoef die, die IC zal ik niet belasten. Nou, misschien, misschien moeten we naast onze mondkap uitzondering. Want Niemand is gehouden om zichzelf te schaden. Moet je uh, gaan overwegen om een, een, een document bij je te hebben waarop staat: U hoeft mij niet te verzorgen. Ik zal eens kijken of ik een goed juridisch en medisch document hierover kan opstellen voor wie het wil hebben. Voor wie het wil hebben. Je kunt het ook zelf doen. Je kunt ook zelf uw naaste informeren. Zeg van nou, ik wil graag die en die arts, wil ik graag. Spreken als ik, als ik heel ernstig ziek blijkt te zijn, ineens. Hè, ik word ochtends wakker, hoestend en proestend. Ik, ik ken mensen die zijn wel opgenomen. En die, uh, die genezen ook van, uh, van datgene wat ze hebben. Die gaan dan uh, uh, al dan niet wel naar het ziekenhuis. Maar moet je het willen tegenhouden? Moet je... Uh, uh, ik, ik, ik had daar een, een interessant gesprek over. over uh, in mijn ogen zitten we toch in een, in een heel raar soort periode waarin ik uh, toch denk van, nou ja, het is een medisch experiment waar men mee bezig is. Ik zie uh, hele rare bijwerkingen, hartfalen, leverfalen, ik zie mensen slecht been zijn. Uh, um, ik zie meer um, uh, bijwerkingen dan dat er genoteerd worden door de officiële instanties, ja. Um, is dit een genocide? Lijkt dit op de installatie van een nieuwe wereldorde conform de Georgia Guidestones? Mijn antwoord is ja, dat weet u. Ik ben uh, uh, daarvan uh, absoluut overtuigd. Ik zie dingen gebeuren waarvan ik denk van wauw, het lijkt erg veel op de leidraad van, uh, uh, van de Georgia Guidestones. En iemand zei van kijk, stel, stel uh, de hele wereld heeft een BSN-nummer. En er is één iemand die wordt aangewezen en die uh, mag uh, zeggen, uh, als het even is, dan blijven alle mensen met een uh, even BSN-nummer, die blijven leven, de andere helft gaat dood. En als het oneven is, dan blijven de mensen met een, met een oneven nummer, die blijven leven en, en de andere helft gaat dood. En als je op nul valt, gaat het hele plan niet door. En vervolgens wordt er een roulette tafel gedraaid en iemand gooit zo'n balletje erin. Ja, als jij dan toevallig, degene, degene hij, valt, hij valt even en de mensen met oneven die, die, die gaan, die, die, die worden geëuthaniseerd. Je moet ruimte maken voor de andere mensen. Dat is, dat is beter voor de aarde, dat is beter voor de mensheid als geheel. Daar hebben we over nagedacht, moeilijke beslissingen moeten nemen. En dit is, dit is wat er gebeurt. Ja, dan hoor je bij die oneven mensen. Dan kan ik me voorstellen dat die oneven mensen massaal op de vlucht gaan slaan. En zeggen van, ho, 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 wacht even. Maar er zullen ook mensen bij zitten die zeggen, ja, ja, ja het zij dan maar zo. Het leven is eindig. De dood is zeker. En ik hoorde laatst iemand zeggen, alles is tijdelijk. Zelfs de dood is tijdelijk. Een interessante opvatting over het leven. Dus moet je het willen tegenhouden? Ik zie ook heel veel mensen hierin berusten. Ik zie ook heel veel ongevaccineerde mensen zich verder niet heel druk maken over wat er gebeurt. Omdat ze zeggen: A, ik kan er niks aan doen, B, ik wil er niks aan doen en, en, en C, ik, ik, we moeten er helemaal niks aan doen. Het zijn, in ieder geval zijn het belangrijke vragen om te stellen en met elkaar door te nemen. Um, zeker aangezien het, ges het gesprek met heel veel andere mensen niet meer mogelijk is. Omdat die dus termen hanteren als. Ja, je moet je gewoon netjes laten vaccineren. Maar dezelfde mensen die zeggen. Ja, je moet je netjes laten vaccineren. Dat zijn ook allemaal mensen die nu allemaal zeggen. Die derde prik ga ik niet halen. Allemaal. Op 10% na die misschien echt bang is om ziek te worden. Maar 90% heeft de prik genomen om van het gezeik af te zijn. In de hoop dat ze dan weer vrij kunnen zijn. En nu zeggen ze, ja, we zijn niet vrij en dat, dat moet, iemand moet daar de schuld van hebben. En dat kan niet de overheid zijn, want die heb je net vertrouwd. Dus zie daar de zondebok, de ongevaccineerde. En zo lacht die overheid zich helemaal kapot, want er is tweedracht in de samenleving. En in de tussentijd wordt er geld bijgedrukt en, en worden de, 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 de leningen in de financiële sector die vliegen. Die vliegen je om de oren van A naar B naar C. En dat is even, ik gooi even een feitje erin. Uh, um, weet u nog, aan het begin van de, van, van de coronacrisis moest Schiphol gered worden. Schiphol moest gered worden. Ik geloof dat ze, uh, ze kregen een lening van 4 miljard van de banken. De banken hadden net van de ECB uh, 750 miljard gekregen. Europee alle Europese banken hadden 750 miljard. Dat is uiteindelijk 1,25 miljard geworden. En het zal nog wel iets meer geweest zijn. Dus we hebben het even. Dat dus aan het begin van de coronacrisis. Om de coronacrisis te lijf te gaan, krijgen de banken 1,25 triljard. Here you go. Nou, zeggen de banken, fijn, daar kunnen we de, de coronacrisis mee bestrijden. Want wat we nu gaan doen, nu gaan we geld uitlenen aan bedrijven en aan overheden. En dan kocht de ECB, die kocht die staatsobligaties op. Dan denken mensen dus van, ja, ja ik krijg een gratis vaccin. Een gra ik krijg een gratis vaccin. Echt waar? Geloof je dat zelf? Nee, de overheid heeft met geleend geld, de ECB bijgedrukt heeft en aan banken heeft gegeven, heeft de overheid over de ruggen van de burgers die geïnjecteerd worden met een medisch experiment... Heel veel geld geleend. Wat ooit terugbetaald moet worden. Met rente. Om mensen te, een prik te geven. Die zeggen. Hé. Hey, ik, ik heb een gratis prik voor mijn gezondheid. En mijn veiligheid. Wauw. Anyway. Dus die, 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 die banken die deden dat. En Schiphol kreeg 4 miljard. Tegen 8% rente. 8% rente. En de staat staat garant voor die lening. Nou, moet de staat wel, want de staat is ook eigenaar voor een groot deel van, uh, van de KLM. Ik zei Schiphol, ik bedoel KLM. Stop de tijd. Dus de KLM moest gered worden. Nou, de, daar lees je nu helemaal niets verder over hoe het gaat bij de KLM. En met die cijfers en uh, of ze het met die 4 miljard gered hebben. Of dat we nog eens een keertje hebben bijgetekend. Ja, je wordt er ook helemaal. Krank Joram van, want je moet duizend kranten lezen. en, en de ene dag is het één. En... Kijk, met leugens is het volgens mij ook zo. dat als je ze maar snel genoeg afvuurt, iedere dag. dan heeft iemand kan er geen tijd om jarenlang te gaan procederen. over de leugens van gisteren. Want er zijn er vandaag alweer tien nieuwe. Ik heb hier stapels van het parool liggen. en ik hoop een keer een paar dagen de tijd te hebben. om, om de afgelopen twee jaar eens uit te knippen. wat daar nou eigenlijk allemaal gezegd is. En dan kom je één grote contradictie. Tegen. Toen zeiden ze dat, toen deden ze dat. Toen zeiden ze dat, toen gingen ze die kant op. Ik zag net um, een, een oude krant liggen waarop staat: uh, We schaffen de anderhalve meter af. Een grote triomf. We zijn er bijna, stond er. We zijn er bijna. we zijn er bijna. Aan het begin van de coronacrisis zei Hugo de Jonge: Dit duurt vijf jaar. Ik denk dat mensen zich dat even in de oren hadden moeten knopen. Hij zei: Het. Letterlijk, in de eerste week, hij zei, dit duurt vijf jaar. Kennelijk wist hij meer dan wij. Um, uh, hij zei, het duurt vijf jaar. Nou ja, misschien is dat de periode waarin de, 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 de trials met de vaccins uh, gelukt zijn. Dat er een, een aantal, misschien, misschien gaat er maar een, is er helemaal geen sprake van genocide, misschien gaat er maar een heel klein deel dood. Misschien als het rotsblok rolt en hij komt daadwerkelijk en we hebben niks tegengehouden, vernietigt hij maar één straat van het dorp. Ja, die hebben ja, pech gehad. Ja, 10% van het dorp kapot. Dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn de mensen uit, uit de goede huizen die helemaal niet geraakt zijn, die zijn helemaal gevlucht naar een ander dorp waar ze wel geraakt worden door een rotsblok. Een ander rotsblok, wat van de andere berg viel. Dat zou natuurlijk kunnen. Dus die financiële sector, die zat in de problemen sinds 2008 en die financiële sector... die vaart vrij goed op wat er nu gebeurt. In 2020, en dat was nog onder Trump... is in Amerika evenveel geld bijgedrukt... als sinds het begin van de dollar er was. De dollar werd bijgedrukt, bijgedrukt, bijgedrukt. In 1971 ging dat iets harder stijgen. Toen lieten we ze de goudstandaard los... Er werd er bijgedrukt, bijgedrukt, bijgedrukt. En dan zie je ineens in 2020. Doet hij dat? Er is zoveel geld bijgedrukt. En dan zeg je: maar waarom is, dat, is, is de inflatie dan niet gigantisch? Dat is omdat dat geld pas nu druppelsgewijs de reële economie in komt. Dat geld is gebruikt om de boekhoudingen. Van failliete banken op te vullen. Dus er is geen echt grote inflatie tot stand gekomen omdat de reële economie voelt de influx van al dat extra nepgeld niet. Omdat het nepgeld gebruikt is om de boekhoudingen van de banken te dichten. Die vervolgens leningen mogen uitgeven tegen 8, 9 procent. Of tegen 2 procent. Of tegen 1 procent. En dat zie je dus de ABN Amro doen. Die gaat helemaal terug naar de basis. Die gaan weer hypotheken financieren. Die hebben een een instructie gekregen vanuit de overheid... van dit is wat je mag doen en dit is wat je gaat doen. Compleet gecentraliseerd. En wij noemen dat dan polderen. Dat we kunnen overleggen. Maar er is geen polder, want er is gewoon één gedragslijn... en die volg je. Dat is wat de mensen bij de banken mij ook wel vertellen. Wij, wij, wij hebben helemaal geen zeggenschap. Wij krijgen vanuit de ECB en vanuit Basel en vanuit de overheid... krijgen wij zoveel regels om de oren. Heel veel van die banken... en de mensen die bij de banken werken... die vinden het ook helemaal niet leuk meer. Want het grote spelletje is eigenlijk wel voorbij. Het, het, het hey, gratis geld en gooi, strooi het maar alle kanten op. Dat is voorbij. Er zit nu een soort van... stalinistische plan-economie achter. Van bam, 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 zus en zo. 10% van het landbouwarsenaal moet weg... en dan halen we onze CO2-doelen. Dan hebben we tegelijkertijd... Hebben we uh, 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 grond beschikbaar om huizen te bouwen. En we willen extra invloed van Netflix me van mensen. Want we hebben een afspraak dat, dat we een tri-state worden. Want daar zijn we efficiënt. Weet je, dit this is een powerful machine die aan het werk is. Dat blok dat schuift gewoon. Hè. Dat blok heet niet corona. Dat, dat, dat blok heet the system. Er kwam laatst een tweet voorbij uh, waarin Cicero werd aangehaald. Namelijk dat um, hoe harder een imperium in elkaar aan het donderen is, hoe vreemder de wetten worden. Nou, dat, dat zie je nu wel gaande. De, de, de wetgeving die gemaakt wordt is in, in, in een poging van ja, een groepje managers uh, uh, met, een, met een hele grote groep uh, belangenstructuren. Die aan allerlei knoppen aan het trekken zijn. En, um, uh, mooi artikel gelezen. Dat het, het hoeft niet eens kwaadaardig te zijn wat hier gebeurt. Maar het gaat in ieder geval leiden tot een totalitaire situatie. Een poging. Eigenlijk spelen overheden en banken. en, en, en mensen die helemaal, helemaal geen enkele consideratie hebben voor de medemens. gewoon echt niet. Ze zeggen gewoon van nee, we zijn met de systemen zijn we bezig. Hè? En dat, dat doen we voor de mensen. Maar ze zijn mentaal, kunnen mensen dat helemaal niet? Ze zijn helemaal losgezongen van de realiteit. En ze stappen in, in, in een vliegtuig tijdens een, uh, tijdens een klimaatconferentie, want dat is efficiënt. En ja, mijn tijd is kostbaar. Dus die mensen die leven helemaal in een complete waan van zichzelf. Maar ze schijnen met z'n allen een heel groot spelletje: go lucky, go large te spelen. je kent de term misschien wel: go lucky, go large. Oh, en ik ben alles aan het verliezen in het casino, weet je wat? Ik, ik zet alles in. Zo van, als het nu goed gaat, dan heb ik alles terug. Als het misgaat, is alles weg. Daar lijkt het een beetje op. Een soort uh, ja, go lucky, go large situatie. Uh, ik probeer u mentaal mee te nemen van de, van de roulette tafel, waar, uh, waar dus... Uh, al dan niet tot genocide besloten wordt, of go lucky, go large, omdat er een situatie ontstaan is dat we tijdens het spelen tussen 1971 en nu eigenlijk structureel in het casino van het leven heel veel geld kwijt zijn geraakt. Overigens zou ik heel graag iedereen het boek Monaco willen aanbevelen van Marcellus Eemans uit de 19e eeuw, waarin hij uitlegt uh, uh, hoe de gebroeders Louis en François Blanc van de Duivel, beschikking kregen over het roulettespel. En daarom dat het ook is dat als je de nummers 1 tot en met 36 optelt dat je op 666 uitkomt. Feitje. Um, dus de roulette tafel enerzijds in het casino in het dorp Balans en dat het blok dat blok wat, wat eigenlijk het systeem is. Het systeem wat al bestaat in het dorpje Balans heeft dat rotsblok daar gecreëerd. En dat is gaan schuiven. Dat schuift nu. Dus het systeem zelf bedreigt het systeem. En de mensen in het dorp zelf, die zeggen van ja, maar wat moeten we doen? Moet, hè, er is een aantal die heeft gezegd, nou, ik haal een spuit, misschien stopt dat blok dan uh, met, uh, met gaan. Dus dan wordt er nu gezegd: haal een derde spuit, want dan stopt het blok met schuiven. Wordt je dan niet verteld dat dat te maken heeft, onder andere ook met de farmaceutische industrie, maar ook met het opbouwen van artificial intelligence? Uh, de ideeën, echt, echt onderliggende ideeën achter de Great Reset wat voor, en de Sustainable Development Goals, wat voor wereld men wil? En dat is, als je daar naar kijkt, is dat een wereld dat zij dus zeggen, zij die het blok hebben laten rollen, of misschien nog niet eens, maar gewoon zeggen van ja. Die zeggen: Ik wil dat blok helemaal niet stoppen. Ik kan het niet stoppen. Ik wil het niet stoppen. Ik moet het al zeker niet stoppen. Laat maar gaan. Laat maar rollen. Decade of action. Het blok schuift in de decade of action. En als het valt, dan, dan, neemt het de, dan, dan veegt het de hele boel weg. Is dat het einde van de beschaving? God, de, dat is een interessante vraag, want hadden we beschaving dan? Dat is natuurlijk de vraag, what do you think about Western Civilization? Well, I think it's a good idea. Begin er maar eens mee, begin maar eens met wat beschaving is. Ik word, ik word strontziek van al die uh, CO2-neutrale... Reclames die je uh, die overal om, 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 waar je mee om de oren geslagen wordt. En alles weer duurzaam. En, en ik heb zonnepanelen liggen. Luister nou, hapsnurkers uh, met je zonnepanelen. Dat wordt gemaakt van lithium. En lithium is hartstikke giftig. En tegen de tijd dat die zonnepanelen het niet meer doen en dat, en dat spul gaat het milieu inlekken. dan heb je overal uh, miniatuur of grote natuurrampen. We zullen ze wel weer naar Afrika brengen, zodat de Afrikaanse kinderen de lithium in hun drinkwater uh, terecht krijgen, zoals we met heel veel van onze troep hebben gedaan. Um, maar he, hem, echt goed voor de wereld zijn die zonnepanelen niet, want die lithium die moet ook gedolven worden in China. Dus dan zie je die deugdmensen, die do-gooders, die zie je dan uh, uh, zonnepanelen op hun dak schroeven. En zeggen. Kijk, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Het is ook vooral weer een, een soort van borstklopperij. Terwijl als je dan tegen die mensen zegt: Ja, maar die shit is in China gemaakt. Dan moet je kijken onder welke omstandigheden die kinderen daar die lithium uit, uh, uit die heuvels lopen te peuteren. Zodat jij hier kan zeggen. Kijk, we, we, zijn, uh, we, zijn, we zijn van het gas af, we zijn CO2-neutraal. Want dan hoeven we niet meer bang te zijn voor Lukashenko. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant hoe Lukashenko uh, uh, die, die, het, het feit dat hij grenst aan Europa inzet. Ja, uh, mensen vergeten dat wij al, uh, sinds 2014 handelsembargo's hebben tegen de Russen, omdat wij uh, vinden dat ze zich niet mochten inmengen in de Oekraïne, omdat we vinden dat de Oekraïne dat dat de achtertuin van Europa is. Terwijl. Als dat zo is, dan is het ook wel weer raar, want op de, aan de Oekraïne leggen wij geen Europese regels op. Overigens, dankzij Arno Wellens, Thierry Baudet en Jort Kelder, is er een, uh, uh, een referendum gekomen en heeft het volk gezegd: wij willen dat, dat Oekraïne-verdrag helemaal niet. Ja, dat is gewoon weer terzijde geschoven. Dus we hebben een verdrag met de Oekraïne. En dat betekent dat wij hier onze boeren kapot maken. Uh, met, uh, met duizenden milieuregels. En uh, dat we zeggen: ja, dat willen we allemaal niet. En dat we uiteindelijk dat we, uh, uh, vlees en voedsel uit de Oekraïne aan het importeren zijn. wat tot stand is gebracht zonder die regels. Dus we, hebben, we maken onze eigen economie kapot. Het is hetzelfde voorbeeld, waar kwam Arno mee? Die zei Noorse zalm. Noorse zalm. Hè? U gaat naar de winkel Noorse zalm. Nou, los van het feit dat die Noorse zalmen ontzettende troep te eten krijgen om ze roze te maken, want de echte reden dat zalm roze is, is omdat ze in het wild eten ze kleine kreeftjes en van die kleine kreeftjes en een bepaalde mate van zuurstofverwerking daar krijgt een zalm de roze kleur van. Die heeft hij ook niet het hele jaar door. Zalm is grijs. Zalm, het vlees van de vis is grijs. Zo hoort het te zijn in de natuur. Maar omdat iedereen weet, ja, de beste zalmen, dat zijn die zalmen met veel zuurstof en die lekker die, die kreefjes hebben gegeten. de dus zalm is roze. hebben de commerciële partijen gedacht, nou, dan, dan mieteren we toch een soort kleurstof in het, voedings, uh, in het voedsel van die zalmen die wij kweken in Noorwegen of in de Atlantische Oceaan. Um, zodat die zalmen een mooi kleurtje hebben. Dus hè, om te beginnen bent u gif aan het eten. Um, maar die Noorse zalm, die wordt dan in Noorwegen gevangen. Die wordt niet in Noorwegen verpakt, want een, uh, um, uh, of een verwerkingsfabriek die zou te veel CO2 uh, veroorzaken. Nou, dus er is nergens een, een, een fabriek die dat. Dus wat doen we? Die Noorse zalmen die brengen we naar China. Want daar zijn al die vervelende klimaatregels niet. Dus de Chinezen die verpakken dan, hè, dus worden we worden eerst met een, met een containerschip wordt dat naar China gebracht. Daar wordt de Noorse zalm dan uh, in de fabriek behandeld en verpakt, et cetera. En vervolgens komt het terug en ligt als plakje gif voor u klaar om te consumeren. Begrijpt u waar, u naartoe, waar ik naartoe wil met de opmerking: moet je wel die zogenaamde relatieve beschaving willen beschermen voor, tegen het grote rotsblok, genaamd het systeem? Het rotsblok is een product. van de disbalans in het dorpbalans. He? En dan hebben we dus de bedreiging ook nog eens in het dorpbalans. van de, de barbaarse horde. die aan de grenzen staat van een paar dorpen verderop. Want wat hebben we gedaan? We hebben met het Schengen-verdrag. besloten dat we met elkaar. Geen binnengrenzen hebben. En dan riep iedereen, omdat de mens echt hemeltergend stomzinnig kan zijn in zijn conversatievaardigheden. He? Het is echt een belediging voor de intelligentie van de mens als de meeste mensen gaan praten. En ze zetten vooral zichzelf te kakken, want dan krijg je dit soort opmerkingen. Nou, ik vind het wel lekker, want dan hoef ik geen geld meer te wisselen dat ik op vakantie ga. niet begrijpende wat voor enorme impact de komst van de euro heeft gehad. En dan zijn we weer terug bij Gerrit Zalm. Inderdaad, Noorse Zalm, beetje roze. Gerrit, die voor het eerst euro's ging binnen. Ineens bam was die eurozone die was er. En we gingen samen met dezelfde munt en we hadden geen we hadden geen controle meer, er was vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van kapitaal en vrij verkeer van personen. En dan moet u zich voorstellen dat als ik aan iemand vraag, wat is de euro en wat zijn de regels rondom de euro in de wetgeving, dan is er bijna niemand die dat kan beantwoorden. Artikel 106 van de Grondwet leest als volgt, de wet regelt het geldstelsel en dan heb je de wet op de biljetten en de munten et cetera. En die verwijzen dan naar de beleidslijnen van de euro. En de beleidslijnen van de euro, moet ik u zeggen, dat zijn zoveel documenten dat past niet in mijn bibliotheek hier. Als je wilt begrijpen hoe de euro functioneert en welke regels daar allemaal bij horen. Dat is een studie waar iemand in zijn eentje 140 jaar over zou doen. En dan begrijp je wat de euro doet. Het is natuurlijk Handig, want ja, je hoeft geen geld te wisselen als je op vakantie gaat. Maar die impact die dat heeft gehad, omdat het geldsysteem eigenlijk de methode is van het elkaar vertrouwen. Om toen, toen dat veranderd is, toen wist je dit is tijdelijk. Ik keek daarnaar en ik wist toen al, toen was ik nog heel jong: dit is tijdelijk. Want ze maken dit zo complex: dit kun je niet volhouden. Dit kun je niet volhouden tenzij je een nieuw systeem gaat bouwen met totale controle over ieder, ieder muntje wat waarheen gaat, want het systeem wordt te groot. Weet u dat de mens het vermogen heeft om snelheden tot 110 km per uur te volgen en te beredeneren? Dat is omdat het snelste wezen op aarde, het jachtluipaard, kan een snelheid van 110 km per uur bereiken. Dus dat is natuurlijk. Natural. En if it's natural, it's good. Dus alles daarboven is voor de mens eigenlijk moeilijk te bevatten. Voor de meeste mensen is het ook heel moeilijk te bevatten hoe je een economie van 500 miljoen mensen met diverse rechtssystemen, hoe je die gaat stroomlijnen door één munt in te voeren. En het is een heel knap project, want het is enorm geslaagd. En er is maar één reden dat het geslaagd is. Dat is omdat er eigenlijk geen regels waren toen men daaraan begon. We doen het gewoon. En we kijken wel wat er gebeurt. We gaan later wel eens nadenken over. Ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen met, met inflatie en bijdrukken? Tot op de dag van vandaag zijn daar geen echte afspraken over. De ECB die. Ja, we hebben, we hebben besloten dat de ECB erover gaat. En de ECB zegt: Oké, okay, nou dan drukken we geld bij. Voeren we monetair beleid? Gaan we banken helpen? We gaan vriendjes wat toestoppen gewoon het, het ouderwetse Romeinse Rijk, ja. Alleen hadden ze toen niet zoiets prachtigs als een computerboard waar je gewoon en hey verhip, 750 miljard. Want corona. En dan gaat er zoveel daarheen en jij krijgt zoveel en dit en dat en dus en zo. En... Oké, okay, ja, dank u wel. Wat moeten we ermee doen? Dat? Oké, okay, dan gaan we dat doen. Okay. Dus ja, dat soort systemen. En dan moet u zich voorstellen dat geld is dus, wat zeggen de mensen dan die dan, uh, uh, het een klein beetje begrijpen? Die zeggen dan: ja, geld is vertrouwen. Nee, je hebt nog idioten die zeggen: geld is een betaalmiddel. Dat is waar, maar toch ben je een idioot. En de mensen zeggen: geld is een ruilmiddel of een rekenmiddel. Absoluut waar, maar je bent een idioot. Want wat is geld? Geld is vertrouwen. En nog veel dieper: het is een vorderingsrecht. Ik heb een vorderingsrecht, een document een schuldpapier gekregen. Vroeger, voor 1971, was het een waardepapier. Nu is het een schuldpapier. Dus je hebt een schuldpapier. Dus ik zeg altijd heel bijzonder. Hè? Je betaalt iemand met schulden. Dat moet je even omdenken. En als je dan iemand met schulden betaalt, dan kun je als bank creëer je dus heel veel schulden zelf. Aan de ene kant. En vervolgens kun je daar betalingen mee doen en die ruil je uit voor andere schulden. En dan voelen mensen, dat is dat gevoel wat mensen hebben wanneer ze een hypotheek krijgen. Dan krijgen ze een hypotheek en dan denken ze, wauw, de bank vertrouwt mij. De bank vertrouwt en, en de bank heeft vertrouwen in mij. Dus ze geven geld. Vertrouwen? Want ze vertrouwen erop dat ik het ga terugbetalen. En dat ik met mijn vermogen in staat ben om geld te genereren. om de bank maandelijks rente en afloop. Wauw, de bank vertrouwt mij. En dan lopen ze naar buiten. En, en, en dat is. Ja, maar de bank vertrouwt u helemaal niet. Dat is het trucje. Dan kan de bank aan de, zijn reet roesten. of de KLM het wel terug gaat betalen of niet. Er zijn onderpanden die ingewonnen kunnen worden. Ze hebben met iets neps, rrt, geld, iets echts gekocht in de reële economie. En ze hebben het beheer daarvan en het risico daarvan hebben ze aan andere mensen gegeven. En ze zeggen ja, de bank heeft het risico, want de bank heeft het geld gegeven. Nee, nee het juridische risico ligt natuurlijk bij degene die het geld heeft genomen. En dat hebben we nu met z'n allen gedaan in de tijd van corona. We hebben enorm veel schuldpapier aangenomen. Wat aan de banken is gegeven. Om de banken te redden. Om het systeem van de banken in stand te houden. Zolang als het nodig is om die euro te rekken. Net zolang totdat het mogelijk is om een centralized digital currency in te voeren. Met blockchain. Met een algoritme waarmee we het gat van de afgelopen twintig jaar hebben gerepareerd. Maar daar hoort dan wel bij dat de echte onderpanden, de mensen, de slaven, dat die netjes hun belasting betalen. En dat die netjes hun prikjes halen, zodat ze niet al te veel zelf nadenken. Dus ze moeten netjes hun. Halfjaarlijkse dosis nanodeeltjes aluminium halen, zodat hun pijnappelklier niet functioneert. Als je daarover begint, ben je een complotdenker. En moet je uit het dorp balans eigenlijk weggehaald worden, want je bent gevaarlijk. Natuurlijk ben je gevaarlijk, want je ondermijnt het systeem. Je hebt het over uh, abstracte, rare ideeën zoals vrijheid. Moet je eens, in China moet je eens proberen te zeggen: van, hoe zit dat met de vrijheid? Ze kijken je echt aan van. Waar heeft u het over? En is hun systeem beter? De Chinezen die offeren zo hup, uh, uh, een paar miljoen uh, manschappen op. Dit zit ze niet. Het is het systeem. Death is temporary. Om dit allemaal te begrijpen en te verwerken heb je best wel veel vermogen en steun nodig. Want als je ochtends wakker wordt dan heeft iedereen zoiets van, oh, maar god, daar ben ik weer. Tanden poetsen, uh, iets eten misschien, uh, iets drinken, een kopje thee maken, en, en, en je gaat je leventje weer draaien. Sommige van ons die werken in die financiële sector, en die, die, die snappen dit. Andere mensen die weten een beetje hoe het werkt, die zijn er tegen, en die gaan er tegen aanschoppen. Nou ja, dan kom je er ook niet. En dan wordt het gecombineerd met, Corona en politieke verschuivingen aan de grenzen. Want het was nog eventjes, gaan we nog even terug naar Schengen. Niet alleen werd er gezegd, nou over dat geld gaan we ook nog wel eens een keertje onderling even praten. Nou, dat is tegenwoordig kastenvol met beleidslijnen. Um, uh, ten aanzien van het bewaken van de buitengrenzen zijn die kastenvol beleidslijnen er niet. Er zijn namelijk geen afspraken ten aanzien van het bewaken van de buitengrenzen. Dus hebben wij een structureel probleem met allerlei uh, immigratievraagstukken aan de grens met Turkije. Waar Erdogan zegt, ik zet de grens open, heeft Arno een fantastisch verhaal over. Als u het ooit kunt horen, dan uh, adviseer ik het. Maar dat heeft te maken met de universiteit van Karakac. En daar, dat is een oud treingebouw. En de, uh, dus de, de ellende bij de Turkse grens is de schuld van een Belgische... Uh, um, uh, railway tycoon die zei, oké, okay, ik bouw een treinbaan maar omdat hij te lui was om hem, of het geld was op, want hij had, hij had ondergeboden op uh, en, 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 en dus de opdracht gekregen dus heeft die, kon hij de laatste brug niet bouwen Turkije in dus is er een stukje van Griekenland eigenlijk en daar staat dus een station en dat is tegenwoordig ook nog eens hè, om het om het verhaal nog raarder te maken, is dat de faculteit voor liberal arts uh, en gender studies. Um, en, en dat gebouw is eigenlijk een van de belangrijkste gebouwen in het conflict van Europa met um, uh, Turkije over hoeveel immigranten gaan we opnemen. Want na de Eerste Wereldoorlog, toen werd uh, Turkije, het Ottomaanse Rijk, die werd um, uh, gezegd: van ja, we gaan de grenzen anders en er ligt een rivier. En toen zeiden ze ja. Ja, goed, die rivier. Oké, okay, we snappen het. Hè, we hebben het verkeerd gedaan. Sorry, mijn culpa. Maar we willen wel dat treinstation houden. Nou zeiden ze, oké, okay, vooruit. Dus er is één stukje aan de andere kant van die rivier wat Turkije is, en dat is de poort naar Europa. Geweldig. Dus door de fout van een Belg in 1860 hebben wij nu een enorm probleem met Erdogan. Dit zoekt Arno dus uit. Arno, I love you. En het is fijn als je ons doneert, maar doneer ook vooral aan Arno. Die dit allemaal uitzoekt. Ik heb extra gedoneerd recentelijk aan Arno omdat ik luisterde naar dit verhaal en ik dacht dat het beter een mooi vindt. En dan zie je dus dat probleem van met met Erdogan rondom dat stukje in Karakach. En dan het vraagstuk bij Wit-Rusland met de grens met Polen. En de oplossing van uh, meneer Lukashenko om de leugens die uit het Westen komen, want echt waar, als u mij zegt met wie ga je liever bitterballen eten bij de posthoorn, dan is dat absoluut met, ik geloof dat hij Victor heet, Victor Lukashenko, in plaats van met uh, 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 onze eigen koning. Absoluut. Sorry, maar meneer Lukashenko, ik lijkt mij een leuke vent om, hè, ook, een, ook een man met een oligarch die zijn vingers overal in de pap heeft, net zoals onze koning, die zich ook bezighoudt met allerlei schimmige constructies en zaakjes die het daglicht niet kunnen verdragen, maar ja het is onze koning, dus wij zijn woe, helemaal bedazeld hier nou, en dan noemen we meneer Lukashenko een dictator nee, ik ik, 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 ik ga met meneer Lukashenko bitterballen eten en vragen van, hoe doe je dat? Want hij, hij is er volgens mij gewoon eerlijk over. Hij zegt gewoon, ja, dit, dit, dit is hè? hoe het internationale politieke spel werkt. Het is ook een uitnodiging voor onze politici en ook, ook voor onze koning. Wees er nou gewoon eens eerlijk over. Je moet eens, je moet eens kijken waar het volk je mee weg laat komen... als je maar gewoon een paar keer per jaar een beetje lief zwaait en zo. Dus je kunt er waarschijnlijk kun je er gewoon eerlijk over zijn. Nobody gives a shit. Als het maar in hun belang is, hè? Ja, oké. Okay. We gaan met Shell. Um, uh, we, um, we doen alsof er een, een, vliegtuigen vanuit Afghanistan. Alsof die de, de, de vrije wereld aanvallen. Dan noemen we de War on Terrorism. En um, degene die het gedaan heeft, zit in Afghanistan. En om hem te pakken vallen we Irak binnen. En als we er, terwijl we er toch zijn, zetten we rondom de olievelden een heel groot bord van de Shell. En dan gaan we olie stelen. Nou ja, iedereen die hier benzine staat te tanken, die zegt: Yay. Dus meneer Lukashenko, die zegt gewoon van, nou ja, weet je, misschien zet ik die gaskraan wel dicht. Moet ik even overleggen met Poetin. Dat, dat is natuurlijk, voor Poetin is het handig dat Lukashenko er zit, want het is zijn springplank naar het westen. Dus die jongens zijn gewoon een, een, een ouderwets potje uh, uh, um, uh, verdeel en heers aan het spelen met elkaar. En meneer Lukashenko, die haalt dan allemaal vluchtelingen uit Afrika. Die laat Noord-Afrika en Irakezen en Syriërs. En, en die, die laat hij naar uh, Wit-Rusland komen. En die brengt hij naar de grens. <laughs> Met Polen. En dan zegt hij, ik laat ze oversteken. Ja, als iemand jou dwars zit, dan ga je toch kijken van, uh, is daar mee te praten? Nee. Nou, dan ga ik ze toch ook terug dwars zitten. Net zolang dat ze wel luisteren. Kun je die man toch niet kwalijk nemen? Wij zijn degene die hem op de vingers tikken. En wij vinden dat hij oneerlijk zaken doet. Nou, als je bij ons gaat pluizen, dan kom je ook een heleboel tegen, geloof me. Hoe wij zaken doen. Kijk, wij doen dat met een grijs pak en een calvinistisch hoofd. En dan, dan, dan trappen er echt heel veel mensen in. Vaak omdat we de belangenstructuren goed kunnen afwegen. Dus, uh, de, de, onze politici hebben geluisterd naar Alan Watts. They, they decide to take the way of the sly man. De sly man is de sluwe, sluwe man. Is dat, is, dat, is dat fout? Ik bedoel, ik mag graag een vos uh, zien. Ik heb, sterker nog, ik heb, uh, heb uh, manchette knopen van uh, vosjes. Hele leuke. Ooit cadeau gekregen van iemand. En uh, uh, ik hou van de vos. Vind ik een mooi dier om te zien. Ik vind het mooi als Rien Poortvliet hem schildert. Vind ik altijd uh, bijzonder. En uh, de vos. Uh, de vos. He heeft u weleens een vossel gezien? Jonge vosjes, die zijn heel schattig. Die vos die moet trucs uithalen, die moet kippen bij mij komen stelen, uit de kippen rennen. En dan kan hij zijn, zijn kleintjes voeren. Kun je het hem kwalijk nemen? En de, de mens is ook nog steeds een natuurlijk wezen. En iedereen is altijd boos als hij aan de verliezende kant van het verhaal zit. Als hij hè, in dat roulettespel, ik heb oneven, ik vind het oneerlijk. <laughs> dan is het ineens oneerlijk, als het jou treft. En mensen ook altijd, ja, ik heb een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel. Vind ik zo'n dooddoener, al mijn cliënten. Ja, ik heb een enorm hoog rechtvaardigheidsgevoel. Nee, je hebt het spel gespeeld, geld geleend. Je hebt het spel verloren en nu ga je piepen. Wees eerlijk. Opmerkelijk is dat degenen die daar eerlijk over zijn, dat dat degenen zijn die ook het snelst weer uit de problemen zijn. Mensen die zeggen, en ik zeg ook wel van, ja luister, het systeem deugt ook niet en u bent erin getuind. En dat deugt niet en uh, daar zouden ze, ze voor gestraft moeten worden. Maar ze worden daar niet voor gestraft, want ze zijn machtig doordat ze u succesvol hebben beroofd. U en miljoenen anderen. De financiële sector. Met contractstructuren op basis van aannames die ze u niet met u delen. U heeft een informatieachterstand. Dan kom je bij pagina 271 van het boek van Joseph Stieglitz. Die zegt... Dat er zo'n enorm verschil is in kennis en bargaining power, onderhandelingsruimte, tussen de financiële sector, de willing lender, en de burger, de willing borrower. Dat als het misgaat, het contract, dat de willing lender, de banken dus, die moeten de klap krijgen. En wat doen wij al jarenlang in het dorpje balans? Wij belonen degene die de hele tijd de graanschuur in de fik zetten. We laten ze ermee wegkomen. Structureel. En, dan krijg, en je krijgt allerlei afleidingsmanoeuvres. Dan, en of het nou natuurlijk ontstaan is, of in een lab gecreëerd, of dat het een onderdeel is van de depopulatieagenda. Kan allemaal. Kan allemaal. Time will tell. He, ik heb, mijn, ik heb mijn, mijn ideeën daar wel bij. En die schuif ik niet onder stoelen of banken. Ik denk dat we in een depopulatieagenda uh, zitten. Ik zie hem nog niet echt heel hard gaan. Ik, ik overweeg ook wel eens. Misschien, misschien moet ik helpen. Hè? Het is een, eventjes een gedachte-experiment hier. Als u denkt dat de mensen die die spuit nemen. zo onderhand ben je toch wel die discussies bij. Dan ben je toch blij als ze die derde spuit gaan halen. Ik heb nu gesprekken met mensen. En dan zeggen ze van. Ja, maar ik haal die derde spuit niet. En dan zeg ik. Ga me nou niet vertellen dat je nou ineens wel een ruggengraat hebt. En een kritisch denkvermogen. Dat geloof je toch zeker zelf niet. Ja, maar dit gaat, ga ik echt niet doen. Jawel, leg ik ze uit. Weet je waarom het wel gaat doen? Want er komt eerst nu... Dat weet, de overheid weet dit ook wel. De, de overheid weet ook wel dat u gaat denken van, Ja, maar wacht even, dit klopt toch niet? Het was safe en efficient. Nou, het is in ieder geval niet efficient. Want ik moet weer een nieuwe prik halen. En ja, die wil ik niet. Ik wil, ik ga me, wacht even, ik ga me niet laten blijven prikken. Ik heb me toch netjes laten prikken... zodat ik mijn vrijheid weer terug had. Nee, nee, nee. Daar gaat het niet om. Het gaat om uw pijnappelklier en de nanodeeltjes aluminium. Dus u moet wel goed opletten. U moet die derde prik nu gaan halen. En om daarvoor te zorgen, gaan we het zo doen dat er een QR-code komt bij werkgevers. En die gaan dat doen zodat ze niet dicht hoeven, want er is corona. En omdat de werkgevers dan zeggen. oké, okay, dus wij mogen nu een QR-code, voor, voor onze veiligheid, heb je meer de veiligheid. Moet u dus. Uw bedrijf kan QR-codes vragen. En dan mag u open blijven als u dat netjes, netjes vraagt. Ja, Oké, okay, dan ga ik dat vragen aan mijn werkgever. Passen wij het arbeidsrecht even aan dat degenen die niet willen, dat die met geld ontslag kunnen krijgen? Want wij drukken dat geld toch bij. En wat u niet weet, maar dat staat geschreven in de laatste drie pagina's van het grote boek plannenboek, zeg maar, en dat staat geschreven met onleesbare inkt, dus dat is alleen voor de mensen die het weten. Daar staat dat degene die hun vrije wil echt belangrijk vinden, daar mogen we niet aan zitten. Dus die moeten we toch faciliteren. He, we, moeten zo, we mogen ze op de vlucht jagen, we mogen ze bang maken, we mogen ze, we mogen ze testen, we mogen kijken of hun, hun, hun ruggengraat sterk genoeg is, maar puntje bij paaltje mogen we ze niet pakken. Dus dat wordt nog interessant met die vaccinatieplicht in Oostenrijk. Dat wordt nog een hele interessante. Het is een van de redenen waarom ze zeggen van doen we over zeven maanden, want er is nu corona, maar over zeven maanden is er vaccinatieplicht. What the fuck. Um, dus dan komt die derde prik. En ze zegt nee, maar die ga ik nu niet nemen. Ja, die ga je wel nemen, want anders ben je, je baan kwijt. En dan moet je je leven aanpassen. En dan kun je hem nemen, want dan kun je zeggen ja, ik moest wel, moest wel. Ik heb hem netjes genomen. Dan krijg je dat psychologische spelletje weer bij die mensen. Want ze weten allemaal, ik heb nog nooit iemand gehad die me recht in de ogen aankeek. En zei van ja, ik heb die prik gehaald. Nog nooit. Laatst één iemand. Die zei, hij, die prik heeft mijn leven gered. Een arts snoot de benen. Een arts die er heilig in gelooft. Nou, god bless. Ik hoop dat, 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 dat het hem, hem wel gevalt en dat hij gelijk heeft. Wat een wereld. En dan luister ik dagelijks naar Wim uh, Sonneveld, ons dorp. De moderniteit. Ja, de nieuwe wereld. Waar we nu al in zitten. En uh, waar we in de periode van chaos voor de opgelegde orde. Ons wordt dan de orde opgelegd. Zo moet het zijn. Um, ik zou vandaag dit financiële sector, corona, de immigratiegrens, Lukashenko, het handelsembargo tegen de Russen, waardoor de roebel devalueert, de waardoor we feitelijk de oligarchen rijker hebben gemaakt intern. We hebben de Russen rijker gemaakt hè, met ons handelsembargo, we hebben ze niet armer gemaakt. Ze verkopen de olie namelijk nog steeds in petrodollars. Dus als je je eigen munt devalueert, maar je verkoopt je rotzooi die je uit je eigen land haalt, verkoop je in de waardevolle uh, uh, buitenlandse valuta en je gaat het intern wisselen, dan hebben we, dus, hebben we ze dus rijker gemaakt. Nou, dat is precies wat er gebeurd is in 2014. Niemand die het snapt. Waarom ligt Rusland niet op zijn gat? Nou, omdat we ze rijker hebben gemaakt met ons handelsembargo. De oligarchen. Dat er miljoenen mensen doodgaan van de honger. Dat zal die, die Russen werkelijk. Die, die, die jongens die lekker zitten te eten hier in Amsterdam. Uh, dit zal ze echt worst wezen. Want door onze handelingen zijn zij met een, met een, met een paar handige juristen. vaak op de Zuidas. en een paar trucjes. en het heen en weer schuiven van wat geld. meestal via Malta. Um, uh, uh, zijn ze rijker geworden. Degene die wij op, de, op, de, op het straflijstje zetten, die, en uh, een en dan doen we een handelsembargo. Maar vooi uh, en uh, we gaan uw goede bevriezen. Maar ja, intern hebben we ze tien keer zo rijk gemaakt. Ja, want. Uh, daar zitten dus ook geen, daar zitten niet echt hersens achter. Of, of een, een kwaad plan. Maar in ieder geval is het natuurlijk uh, een puinbak. Ja. Ja, en dan Lukashenko, die dus uh, eerst voor gek werd verklaard. Uh, en uh, zei: Van ja, ik heb uh, steekpenningen aangeboden gekregen. En ik uh, laat mijn mensen niet vaccineren. En vervolgens, je, toevallig, gaan we hem nu hartstikke zwart zitten maken. Deze dictator. Nou, ik vind dat uh, gemeen. Ik nodig hem van harte uit voor uh, bitterballen bij de postdoor. Um, misschien is het een hele kwaaie pier misschien moet ik mijn mening herzien daar uh, ben ik altijd toe bereid overigens uh, dat uh, is van de mainstream media niet te zeggen de mainstream is ook weer zo'n zo term maar de, de, de traditionele media uh, als je die ziet schrijven dat, is echt, dat doet echt pijn gewoon dat je denkt van je ziet het echt niet hè? Dus het, is ook, het is ook meer medelijden wat ik heb dan, uh, uh, dan afgunst of afkeur dat ik denk van jongens jongens dat wordt nog een klap als die, uh, als die een keer landt. Want ja, de, de waarheid die komt vanzelf aan het daglicht natuurlijk. Ook in hun eigen kring als mensen. Je kunt natuurlijk duizend keer zeggen nee, het komt niet door die spuit. Die, al die gekke bijwerking. Maar ze gaan natuurlijk een keertje neervallen. Dat zie je nu al gebeuren. Dat zie je ook heel veel mensen zie je met, met adverse effects. Um, en het lijkt ook wel inderdaad alsof de virusvarianten die er zijn, dat die, dat die sterker worden. Of dat nou allemaal puur angst is. In ieder geval was aangetoond dat de bijwerkingen. Een aantal van de bijwerkingen, zoals allergie en zo. dat die waren voortgekomen uit de angst voor de prik. Dus, dat, dus, dus er was een placebo-werking die de bijwerking had veroorzaakt. Dat stond uh, in een van die traditionele media die ik dan tot me neem. In ieder geval. Als ik naar deze wereld kijk. dan ben ik een nostalgisch en weemoedig mens. Dan wil ik eigenlijk vluchten naar de wereld. van Rien Poortvliet en Wim Sommerveld. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen echt goed beeld bij die wereld. Of dat een, veel, of dat een betere wereld was. waar zij in leefden. Onschuldiger misschien. Wat we wel weten is dat die wereld was. Was overzichtelijker, want hij was kleiner. Het was dichterbij. Er waren geen grote structuren. Men had een gulden. En in, naar Duitsland betaalde men met D-mark, en in Frankrijk met de franc. En in Spanje met pesetas. En de Italiaanse lieren, daarvan wist je dat hij geen dol waard was. En in Griekenland hadden ze een drachme. En in, in Rusland hebben ze nog steeds de roebels dan. Dat is wel fijn voor de Russen. Dat ze de roebels hebben. En uh, de Israëli's betalen met shekels. Ook interessant. Leuk, leuke naam. Shekels. En wij hebben dan die, die, die niet zeggende euro. En die Amerikanen hebben die niet zeggende dollar. En straks hebben we die niet zeggende algehele munt. Waarmee we ook geen, geen, geen trust identity meer hebben. Geen vertrouwensidentiteit. Alleen nog maar een systeem. Een koud algoritmisch systeem. Zonder menselijkheid. En dan wil ik afsluiten met een quote die luidt als volgt. It is a gift to be human. It is a plight to keep humanity. Dank u wel.